Alright. Motortrainer. Dus we hebben gekeken naar armloops, we hebben gekeken naar armtrainer. Dus stel dat hij zijn elleboog een mooie tijd heeft, zodat ik onder kom. En hij is niet echt bezig met escape forceren. Dus ik zit een beetje vast misschien wel in iemand. Wat we dan naar op zoek kunnen gaan is naar de trainer. Als hij hier geen ruimte heeft, ja, dan heeft hij vaak hier wel ruimte. Naar bovenkant. En vanuit hier kunnen we alvast een armen hierin pakken. Yes? Dus hier hebben we al mooie controle over een van zijn armen. Als hij nu wegkleurt, ja, want ik heb hier een post, dus als je het probeert om te bokken hier, dan gaat er iets zomaar gebeuren. Met een andere hand pak je die pols en die pin je hier op zijn borst. Ja? Vanuit hier is het belangrijk om zijn hoofd op te tillen. Ja? Dus met de andere hand gaat hier richting het hoofd en ik schuif mijn knie verder naar boven. Ik pin die arm hier op de borst en ik ga mijn benen over in de zwaai. Daar zo. Vervang het en je haakt je benen achter. Ja? Focus je op het hoofd. Als een hoofd op de mat komt, dan wordt het heel erg lastig. Yes? Vanuit hier kunnen we ons gewicht naar voren laten vallen. Boom, met onze knie naar onze enkel toe brengen. Yes? Nou, om een goede trui te kunnen maken, moet ik mijn benen licht maken hier. Hop, door naar voren te brengen. Vanuit daar, om hem dicht maken. En dan probeer ik mijn knieën zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. En dan gaan we een finish op krijgen. Ja, dus probeer niet te veel dit te krijgen. Ja, dit is best wel gek finishen vanaf de mouw. Maar probeer meer hier te doen. Dan krijg je een mooie finish. Ja? Of zo gaat het. Dus. Hij zit super stuit op deze hier. Ja? Tricky. Kijk, ik kom er niet onder die oxygen die unload, of hij werkt hem weer terug. Ik heb zijn elleboog tot het in. Dus we gaan hier de plaats laten boven bij zijn pols. Ha, we pakken dit in. Vanuit hier gaan we op zoek naar zijn andere pols en naar zijn hoofd. Ik schrijf mijn knieën boven en ik pin zijn pols op zijn borst hier. Ik kan mijn hoofd gebruiken als stand als ik het nodig heb. En ik kan een andere been omhoog gaan brengen. Vanuit hier til je zijn hoofd op. Ha, en breng je het been over. Ja? Om mijn eigen skin binnen even vastpakken, maakt niet zo heel veel uit, zodat zijn hoofd maar niet naar de mat gaat. Ja? Als ik dit losmaak, dan gaat hij zijn hoofd naar de mat toe brengen, ga ik hier geen draai meer krijgen. Ja, ik niet dat ik niks kan, ik heb andere moeten aanvallen, maar hier houdt het hoofd bij. Nu, gaan we deze kant op, en leg je hoofd maar gewoon op de mat. Hier kan ik mijn benen licht maken, hier bij elkaar brengen, en daar, en de finish. Ja?